Aan het begin van de middag rijdt de politie de straat binnen en wordt die afgezet om pottenkijkers op afstand te houden. Vervolgens wordt een onderzoek gestart dat zich concentreert rond een woning van een lid van motoclub Bandidos. Het raam lijkt beschadigd, maar wat er precies aan de hand is, is onduidelijk.